We zijn in Alphen aan de Rijn bij transportbedrijf Blom. En in mijn hand heb ik een TVM Award voor de Ridder van de Weg. En die is voor iemand die eerder dit jaar iets heel bijzonders heeft gedaan. Tommy Heineman rijdt half februari op de A28 ter hoogte van Leusden. Hij ziet een auto, bestuurd door een oudere vrouw, slingerend over de weg rijden. En bedenkt zich geen moment. Wat heb je gedaan? Ja, die beste mevrouw die was niet goed geworden. En die reed slingerend over de snelweg heen. En die reed voor mij een vrachtauto en dat schoot zij voor. Waardoor hij echt serieus hard moest remmen. En dus ik een baan op moest schuiven. En zij kwam terug de snelweg op en zat tussen mij en de vangrail in. En ze bleef gas houden. Dus ik heb gewoon op een gegeven moment... Ze hebben eerst op mijn tank geraakt en toen heb ik er op een gegeven moment het hoogte van de achteras heb ik er echt de vangrail in gereden. Was dat voor jou een kwestie van niet denken maar doen? Ja, later heb ik nagedacht. En toen ging ik wel denken van ja, maar wat als het wel fout gegaan was? En toen Dermel achter de rug was, heb je wel even een tijdje... Ja, toen de politie helemaal bij me stond, kwam één agent die bleef bij me staan. Die zegt van joh, gaat in de vrachtauto zitten, want dit hoef je niet en moet je niet willen zien. En toen ben ik echt gaan beseffen, toen ik echt wel een potje te janken. Ja, daar ben ik wel heel eerlijk in. En toen stond je ineens midden in het nieuws. Je ging helemaal viraal. Ja. Ja, bizar. Heel bizar. De actie van Tommy werd even groot nieuws en werd opgepikt door de landelijke pers. De aandacht was overweldigend. Ja, hoe ga je daarmee om? Omdat we allemaal uit Alphen kwamen. Die mevrouw kwam uit Alphen. Die jongen achter mij, die geholpen kwam uit Alphen. En ja, toen heb ik gezegd van nee, dit is even goed zo. En hebben wij het wel bij het Alphens Nieuwsblad gedaan, omdat het zo'n bijzonder verhaal was. En verder eigenlijk een beetje laten rusten, totdat ik 3 weken geleden gebeld werd de TVM. Helene, wat brengt jou hier? Wij gaan vandaag de TVM Award uitreiken. Namens TVM dus, is een award voor de ridder, oftewel degene die heldhaftig is geweest op de weg. Want bij TVM is verkeersveiligheid, transportveiligheid is natuurlijk super belangrijk. Het gaat echt niet alleen maar om schadevrij rijden, maar ook bijvoorbeeld om bijzondere verhalen. En vandaag zijn we bij iemand die echt heldhaftig is geweest. Tommy, ontzettend bedankt, want je bent echt onze held. Het is niet voor niets dat je deze krijgt. We kennen het verhaal en ook al ben je daar hartstikke bescheiden in, het geeft wel weer wat voor jongen je bent, wat voor man je bent en hoe belangrijk voor dit vak. Dus dank je wel. Ja, jij bedankt. En waarom is deze award belangrijk? Het is belangrijk om die waardering te geven aan deze mensen, omdat ja, heel veel mensen hebben daar geen weet van hoe zoiets gaat. En als je het benoemt en je hebt een mooi verhaal, een mooi heldhaftig verhaal, dan blijft dat hangen. Ja, ik ben als held benoemd, ik moest mijn leven lang geen wegenbelasting meer betalen, weet ik het allemaal. Mensen hebben echt wel alles doorgegeven. Ja, ik vond het mooi. Degene die de award krijgt, vindt zichzelf helemaal geen held. Tommy is iemand, ik heb hem net leren kennen, inderdaad heel bescheiden en wil eigenlijk zijn verhaal niet te vaak vertellen, want hij vindt zelf misschien niet zo bijzonder. Maar het is wel bijzonder wat hij heeft gedaan en dat willen we juist benadrukken. Hoeveel kilometer doe je per jaar? Ja, dat is een beetje lastig te zeggen, maar ik denk toch wel meer dan 100.000 kilometer. En nog steeds mooi, hè? Ja. Wat maakt het zo mooi? Vrijheid. Leuk bedrijf, leuke collega's. Ja, gewoon de vrijheid die je hebt. En een kinderdroom. Papa is ook een ridder. En hier staat ridder. Daar staat papa. Tommy Heineman. Ridder 2020. Mooi, hè? Ja, hè? Papa's award, hè?